Wat zijn het voor eenden die u hebt zitten daar? Die grote die daar loopt, die witte, dat is een bergeend. Dat is een bergeend. En die nu in het water zit, dat is een fluiteend. Die fluit. Oh, ze hebben bijna geen eten meer. Dat had ik even moeten vullen. Is nou jammer. Er zitten misschien mensen van het Wereld Natuurfonds te kijken die... Oh. Pak je toch even door de mand nou ineens, hè? Ja, dan komen die honden weer. Maar dat geeft niet. Maar u zei, het zijn fluiteenden. Hoe moet ik me dat voorstellen? Doen ze echt dat ze de lipjes tuiten? Ja, nee. Ze gaan, maken de snaveltjes open en dan... Wat geluid nou? Dus het lijkt een beetje fluiten. Daarom is het een fluiten. Kom maar. Ja, kijk eens. Kom maar. Kom maar. Fluit maar even. Laat maar even horen dan. Ik denk niet kwaad. Kom dan. Nou, eentjes kwaken toch al. Oh. Maar deze fluiten. Ja, dat bedoel ik. Maar ja, deze doen nou niks. Nee. Ik ben bang. Maar normaal, wat is het geluid wat ze normaal maken is? Ja, Zij lachen er niet bij, waarschijnlijk. Dat doen ze. Dan gaan we even verder kijken, want u hebt nog veel meer beesten. Zal ik eens wat laten zien? Ik hoop tenminste dat het lukt. Zien? Want meestal rennen... Kom maar, ga maar rennen. Kom maar, kom maar. Blackie, kom. Ik ben er niet ondersteboven van deze truc, als ik eerlijk ben. Mevrouw Schrijver! Mevrouw Schrijver! Mevrouw Schrijver! We moeten er vandoor. Jammer is dit. Het ging zo goed, hè? Het zijn maar bepaalde momenten van de dag dat ze goed is, die schrijver. Het is zo, ik zou maar zeggen, tussen 19:30 en 20:00. Dan is ze op de best. Dit is een slechte tijd voor Loretta. Ik zeg, we moeten niet 's middags gaan naar het ritsen. Ah, leuk. Heb ik ze leuk was dat. Ja, dat was heel leuk met die, bord. Dat zie je niet veel. Nee, dat zie je niet veel, dit soort. Is dat bijzonder. Ja. Kijk. Ja. En nou komt Blackie ook dichterbij. Ach, wat leuk. Wat leuk. En heeft u ze dat zelf geleerd allemaal? Ja. Ja. Loretta, we zitten hier nou even met de honden. Want het leuke is, dat vertelde je net ook, dat de honden kennen ook heel veel trucjes. Natuurlijk leuk ook in verband met het programma met de Animal Tricks. Want jij hebt ook dieren die leuke dingen kunnen. Ja. 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 Nou, die gaan we even Snoet, bekijken. Snoet, kom hier. Als voorbeeld voor u thuis ook. Snoet. Die denkt van, dat kan mijn hond ook. Snoet. Kan u insturen natuurlijk. Snoet. Kom. Snoet. Zit. Ja. Zit. Ja. Zit. Ja. Zit. Ja. En Schobby ook zit. Braaf, braaf. En balletje, hè? Balletje. En blijf. Blijf. Kijk, dan gooi ik het balletje. Blijf. Blijf eens zo zitten. Nou, ik wil niet nou nog wel eens andere honden zien als je de balletje gooit. Nee, zit. Zit. En ga maar pakken. Nee, balletje pakken. Zoek balletje. Zoek balletje. Ik heb er misschien nu iets te lang over gedaan. Ik kan het korten. Kom maar hier. Nou, toch wel. Moet ik het nog een keertje doen? Is het niet te veel moeite? Want het ging zo snel. Ik denk dat de mensen thuis het misschien niet goed konden zien. En je kan het natuurlijk wel in het, op zo langzaam afdraaien. Maar het is mooier als we het misschien nog een keer live zien. Hè? Dan moeten die mensen maar thuis goed opletten of het zelf opnemen dat u het terug op uw gemak terugkijkt. Dat ik denk, wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Kom hier, kom maar. Kom maar. Heel veel mensen denken dat. Veel mensen denken dat op het moment dat het gebeurt, dat RTL overschakelt op digitaal. Die denken, dit is het moment dat ze op digitaal overschieten, natuurlijk. Dat de schotels ermee uitscheiden. Ah. Ik zal het nog één keer snel doen, nou. Ja, nou niet te snel. Want dan zien we thuis niet wat er gebeurt, hè? Kom hier. Zullen leg nou dat ding eens weg. Is dat de schotel van de satelliet? Ja. Ga zitten. Zit. Zit. Moet zit. Opletten. Zit. Ja. Goed. Balletje, hè? Balletje. Nee, Schobby! Kom hier. Kom hier. Ik ben vergeten te zeggen, blijf. Ja, ik wou het nog tegen u zeggen. U vergeet te zeggen dat ze moeten blijven zitten. Ik wou het nog tegen u zeggen. Nou, nog één keer, snel. Ja. Zit. Zit.
Zit. Zit? Zit, dat hebben we, ja. Blijf. Blijven zitten. Blijven blijf. Zitten. Blijf. 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 Blijven zitten. Blijf. Ja, pak hem maar. Ze zijn alweer terug. Zoek, zoek. Ze zijn alweer terug. Het gaat zo raar zo snel. Ze zijn alweer terug. Ongelooflijk. En heeft u daar lang over gedaan om ze niet te leren? Is Martin Gauws daarbij geweest? Hoe was zijn reactie toen hij dit zag? Die vond het erg knap.